Belangrijke mensen vanavond in de spotlight. De eerste directeur van STVS, Frits Spengel. Maar we gaan nog meer belangrijke mensen vandaag in de spotlight plaatsen. Want er is een Surinaamse sportencyclopedie. Dan zegt u van, oh ja, ik had er eens van gehoord. Maar vele mensen die gaan niet op de pagina, want het is online, om te kijken wie al die sporthelden zijn geweest. En we denken dat we op deze nieuwjaarsdag daar een reminder moeten plaatsen. Van kijk, lees over onze helden. Besef wat ze voor ons hebben gedaan. En ook in de sportwereld. We vinden het fijn dat er hier ook een belangrijke Surinamer zit. Hij is vaak in het nieuws als microbioloog en voedseltechnoloog. Maar vandaag zit hij hier als auteur van de eerste Surinaamse sportencyclopedie. Dames en heren, de heer Ricky Stuttgart. Ja. Goedenavond, heer Stuttgart. Ach, goedenavond, meneer. Happy New Year. Hetzelfde. Welkom. Ja. U bent in de eerste editie van Spotlight in 2022. Natuurlijk. Ja. U heeft mijn intro gehoord, hè? Heer Stuttgart, u heeft mijn intro gehoord. Vandaag Surinaamse helden in de picture. Die Surinaamse sportencyclopedie. U als voedseltechnoloog. Hoe komt u op het idee om een sportencyclopedie samen te stellen? Laat me eerlijk zijn. Als een geschiedenis betaald was, goed betaald was, zou ik geschiedenis hebben gestudeerd. Omdat ik hou van historie. En die aandacht, die interesse is eigenlijk op de Amst opgewekt door mensen eigenlijk die het niet zelf weten. Roy McDonald was toen ter tijd geschiedenisleraar van de Amst. En Arthur ten Berge, die was, ik denk, bestuurkundige of maatschappij, een docent. En op een heel interessante manier konden ze over de historie praten. Niet als op de Mulo en de lagere school waar je alleen maar jaartallen kregen. Maar ze konden je dus uitleggen hoe iets ontstaan is, wat we vandaag aan de dag hebben. En dat heeft me dus geïnteresseerd in geschiedenis. En je had dan ook dus nog een oom, Gessel. Die zijn politieke analyse gaf in de ware tijd. Hij heeft ook op EBC vaak genoeg met u ook gesproken. En je had in Amerika Fred Marten, die ook in de West politieke analyses gaf. En ik hield daarvan. En ik weet bijvoorbeeld dus dat in september 1982 deed ik een vakantiejob op bij Aswijk Sporthal. En George Wiebers en Eduard Held, die vertelden ons toen over de historie van de atletiek. En dat heeft me dus toen gemotiveerd om als eerste dus dit boek te schrijven. Wat zit verkeerd in de atletieksport van Suriname? Het was geen geweldig succes wat financieel betreft, maar het was wel is goed overgekomen. En toen de tijd had je dus dan, ik denk in die periode had je dat boek van Guno Hoen, sporthelden uit ons verleden. En ik zag dat. En ik kwam dus toen op een idee, ik wil dat na gaan doen. Ik wil over de historie van Suriname gaan schrijven, over de helden van al de tijd. Ik weet, ik heb ook dus nog altijd iets van oom Gessel overgehouden. Hij zegt, de historie is niet geïnteresseerd in aanleidingen, de historie is geïnteresseerd in oorzaken. En eigenlijk die warme helden om me te motiveren, te prikkelen, om te gaan schrijven over een sportencyclopedie in Suriname. U kiest voor sport. U kiest geen algemeen podium met al die helden, maar u focust op de sport. Ja, dat komt omdat ik judo heb gedaan. Hè. Ik heb gejudo'd en ik heb in Guyana en in Frans-Guyana gevochten. En ik heb zelf ook in 1978 deelgenomen aan de Caxo Games van in Medellin, Colombia. En ik weet dus nog, ik heb gevochten voor de derde plaats tegen een Puerto Ricaan. En ik had het idee dus toen van dat er een... ik had voor eerst verloren van een Cubaan. Eerst van een verloren gewonnen, Cubaan verloren. Die was goedheidskampioen geworden. En in de middag moest ik vechten tegen een Puerto Ricaan. En hij had me verslagen. En ik had het idee dat als ik na die Cubaan meteen had gevochten, had ik ook mijn bronzen plak gewonnen. Dat jaar is Ricardo Elmond nog een sportman van het jaar geworden, want hij had toen een brons gewonnen in Medellin. Dus ik had toen
sport op een internationale manier leren kennen. En dus daar was die prikkel er eigenlijk al. Maar dan moet je hebt andere ontwikkelingen die moeten plaatsvinden om je te richten op sport. En ik vond toen ter tijd dus dat wij in Suriname, we konden alles vertellen over de pillen van toen. We konden alles vertellen over bekkenbouwer. Maar je kon eigenlijk nodig iets vertellen over onze eigen sporters. En daarom heb ik daarvoor gekozen. Ja, was het moeilijk om zo'n encyclopedie samen te stellen? Want zoals u zegt, het moet verantwoord zijn wat er staat. Het is geschiedenis, u schrijft geschiedenis. Dus u heeft veel research moeten doen. Klopt. Het heeft 6 jaren geduurd, hè? Want ik ben begonnen in 1984. En op 19 juni 1990, op de dag van mijn jaardag, ik was 30 jaar op die dag, is die uitgekomen. En ik moest dus naar het landsarchief gaan. Dat was toen aan de Prins Hendrik, tegenover Hendrik School. Daar zo aan de Gravenstraat, nu is het Henk Aronstraat. En ik moest zelf dus een kranten van 1901 gaan zoeken. Al die kranten gaan, om te kijken naar informatie van toen. Ik heb ook heel veel mensen geïnterviewd, foto's gekregen van oud-sporters, toen ik daarmee bezig was. U heeft het afgebakend, u begint al in 1893. Hoe was het met de sport in 1893? U heeft zich erin verdiept. Ja. Toen ter tijd, eigenlijk kan je zeggen dus dat voetbal op zijn kinderschoenen was. En op een onafhankelijkheidsplein werd er een beetje gevoetbald. En langzaam maar zeker kreeg je bijvoorbeeld dat er een bepaalde ontwikkeling was. Je had in die periode dat biljarten gedaan werd. En ik heb nog zelf een tekening gezien waar slaven aan het slaafgemaakten aan het biljarten waren. Maar ik denk ook dus dat de rol van de Olympische Spelen toen ook die prikkel heeft gegeven om dat was geloof ik in 1896, dat in Suriname dus nu ook een sport werd georganiseerd. En je had bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn die Amerikanen ook gekomen en hebben dingen als volleybal, basketbal meer een leven ingeblazen. Dus dat heeft zich met de loop van de tijd ontwikkeld. U stopt bij 1988, het jaar dat Anthony Nesty Olympisch kampioen wordt en wereldkampioen. Dat was eigenlijk bewust, hè? Die 1988 was omdat Anthony toen. Dus ik wilde eigenlijk eindigen met. Dit is het grote moment. En we gaan nog grote dingen verwachten. Anthony was toen Olympisch kampioen. De eerste Suriname die dat gedaan had. Hè? En de enige? En de enige tot nog toe. En de enige tot nog toe. Klopt helemaal. Ja. Maar een encyclopedie verdient vervolg. Je kunt niet stoppen bij 1988. Want daarna hebben we ook super sporthelden gehad. Ja, je hebt bijvoorbeeld. Dus er is weinig geschreven over Letitia Vriesda. Want ze is later dus nog een semi-wereldkampioen geworden. Carolee Adel was gekomen. Was toen ook nog, is nog een aantal keren gewonnen. Die Pichots die zijn ook daarna gekomen. Ook in de voetbalsport heb je dus grote helden gekregen. Er moet dus. En ik denk vooral ook aan de vechtsport. Hè? En aan de vechtsport. De Biggie Boy, laten we eerlijk zijn. Ja. En al de andere gevechtsporters. Ja, klopt, allemaal. Dus, en dat is eigenlijk dus nu. We waren 2 dagen, 3 dagen geleden die huldiging van. Ismee van Wilgen. Ja. En ik luisterde dus zo naar het verhaal. En toen begonnen die glinsters weer te prikkelen. Je moet dus nu het vervolg schrijven. Want het is nu tijd, het is 31 jaar geleden. Ik wil ook nog een andere opmerking maken. Dat in 2007 heeft die Nationale Digitale Bibliotheek van Nederland, had me dus toen gecontact, want ze wilden het digitaliseren. Ze wilden dus een encyclopedie digitaliseren. En ik had het dus toen niet begrepen. Dus ik heb toen niet geantwoord. Maar het is goed dat ik het niet begrepen had, want ik zou hebben gezegd nee. Maar in 2011 hoor ik dat mijn encyclopedie op de internationaal op internet is. Dus ik ben dus toen gaan kijken. Ik heb toen contact met ze gemaakt, want ik was eigenlijk een beetje boos. Maar toen ik dus zo op die internet keek, toen zei ik van, dat boek is uit die vergetenheid gehaald. Want nu kan iedereen in de grote wereld zien wie de sporthelden zijn geweest van Suriname. Ja, en als ik zo blader, dan zie ik bekende namen. Patricia Uiterloo, ik zie Bundel, ik zie
Johan Shin. Prettig is dat u zich niet heeft beperkt tot één sport, maar dat alle sporten eigenlijk verwerkt zijn in de encyclopedie. Ik wilde het eigenlijk beter doen dan Gino Hoen. Ik wilde iets extra doen. Want hij heeft 3 boeken geschreven, sporthelden uit ons verleden. En dat van hem is vooral gericht op voetbal. En ik wilde het een beetje uitgebreider hebben. Maar ook die hele, niet alleen die sporthelden zijn erin verwoord, maar ook hoe een tak van sport zich ontwikkeld heeft met de loop van de tijd. Waar is bijvoorbeeld korfbal vandaan gekomen? Waar is dus de Olympische Spelen vandaan gekomen? En hoe hebben wij dat allemaal gedaan? Dus dat soort dingen waren van mij erg belangrijk. Belangrijk, ja. Heel belangrijk. Want u praat niet over sporters alleen, maar u praat over de sportgeschiedenis van Suriname. De sportgeschiedenis en ook wanneer bijvoorbeeld bepaalde stadions, sportstadions opgezet zijn. Dus ja. Al die dingen worden bijvoorbeeld, en daarom is het een encyclopedie. Ja, u heeft het opgedragen aan uw ouders, John en Sylvie Stuttgart? Ja, ze zijn nu beide gestorven, maar ik heb dus nog een leuk verhaaltje daarover. Ik had dus toen, mijn vader zou het wel leuk hebben gevonden, maar mijn moeder zou het niet leuk vinden als ik bijvoorbeeld naar ze opdraag. Dus ik heb stiekem hun foto genomen en het gebracht voor de drukker om het te zetten. En wanneer mijn moeder kijkt, ze kijkt bijvoorbeeld... Hé, hey, wat mijn gezicht is hier? Hé. En zij dacht dat het alleen in dit boek was. En niet in die andere. En toen had ze ineens door dat het aan haar is opgedragen. Mijn vader was meteen blij erover, hoor. Ja. Maar later, toen mijn moeder complimentjes kreeg van familieleden en zo, dan begon ze het ook leuk te vinden. Maar ik had bijvoorbeeld het gedaan omdat ik altijd tegen mezelf zei, ik heb een goed leven gehad. Ze hebben hard hun best met ons gedaan. En ik wilde ze ergens vastleggen. En ik heb het dus toen gezet in de eerste sportencyclopedie. U bent vanavond in de spotlight, eerste dag van 2022. We hebben nu informatie gegeven over die sportencyclopedie. Hoe geeft men inzage in deze sportencyclopedie? Want vele mensen zijn nu geprikkeld om te gaan lezen, om die sporters te zien, om bepaalde takken van sport nader te leren kennen. Hoe komt men aan de informatie? Want het is een vrij dik boek en alles staat online, dacht ik. Ja. Waar moet men naartoe? Als ze bijvoorbeeld mijn naam intikken, Ricky Stuttgart, internet, op Google, gewoon Ricky Stuttgart, dan gaan ze het krijgen. Als ze schrijven de eerste Surinaamse sport en ze kropen lief, dan gaan ze het zien. Dus op die manier kunnen ze eraan komen. Ja, ik ben er natuurlijk ook op geweest toen ik had uitgenodigd. En ik moet zeggen, het is goed in elkaar gezet, makkelijk. Je kan makkelijk zaken vinden wat je wil, heel snel. Ja. Ja. Maar wat me ook opvalt, ik zie vaak uw naam met een dubbele T. Dus het is goed dat u doorgeeft dat het nu maar met één T officieel wordt geschreven. Ja, het is één T, dus S-T-U-T-G-A-R-D. En ik heb ook een verhaal hierover, want mijn overgrootmoeder, dus grootouders die vrij zijn verklaard, daar hadden ze een naam gekregen, Stuttgart, met een T aan het einde. Dus S-T-U-T-G-A-R-T. Ja. Maar mijn vader, en zijn vader, die is geboren met een T. Maar toen hij mijn vader erkende, toen kwam er een D. En daarom zeg ik, Richanel, dat is mijn grootvader, is geboren met een T en gestorven met een D. Heer Stuttgart, bedankt voor de informatie. Graag gedaan. En fijn dat u dit heeft gedaan voor Suriname. Graag gedaan. Dan hebben wij nog meer vanavond in... De Spot.